Erling Braut Haaland. Mensen die een beetje voetbal volgen, zullen hem wel kennen. De man die zo makkelijk weet te scoren. Hij viel op in het seizoen 2019-2020 bij Red Bull Salzburg, waar hij in de Champions League 8 keer wist te scoren in maar liefst 6 wedstrijden. Ook viel hij op in het Noorse onder-20-elftal, waar hij in de wedstrijd tegen Honduras maar liefst 9 keer wist te scoren. Nadat Salzburg uitgeschakeld werd in de Champions League, verhaalde Haaland zijn team in voor Borussia Dortmund, waar hij aan de lopende band bleef scoren. Afgelopen zomer is Haaland naar Manchester City gegaan en nog steeds blijft hij scoren. Op het moment van opnemen staat hij daar zelfs al op 15 doelpunten in maar 10 wedstrijden. Er is zelfs een petitie gaande daar met het doel om Haaland uit deze competitie te verwijderen, omdat hij gewoon te goed is. Maar hoe zou Haaland het doen in de Eredivisie? Op dit moment staat Volendam onderaan in de Eredivisie, maar zou Haaland hem kunnen helpen te handhaven? Of zelfs kampioenschapskanshebbers maken? Dat gaan we zien. Maar voordat we dat kunnen doen, moet ik Haaland natuurlijk eerst eventjes daadwerkelijk bij Volendam zetten. En kijk hem staan. En dan moeten we natuurlijk nog eerst een career aanmaken. En dan gaan we natuurlijk gewoon een echte manager gebruiken. En wie kunnen we beter gebruiken dan zijn huidige manager Pep Guardiola? Pep Guardiola gaat naar Volendam, dames en heren. Dames en heren, verwelkom jullie nieuwe manager. En jawel hoor, Pep Guardiola is gepresenteerd bij FC Volendam. We mogen ook gelijk in een Europese voorseizoenstoernooi bewijzen of we het in ons hebben. Maar we moeten niet af gaan dwalen, want het draait niet om Pep Guardiola. Hè? Het draait om Erling Haaland. Daar zie je hem al staan. En dan moet ik natuurlijk even hier en daar wat wijzigingen brengen aan de opstellingen, aan de strategieën. En even kijken, rollen. Aanvoerder, Haaland. Directe vrije trap links, Haaland. Directe vrije trap rechts, Haaland. Lange van directe vrije trap, Haaland. Strafschop, Haaland. Corners, Haaland. Wacht eens even. Nee. Haaland moet niet corners nemen, want hij moet de corners natuurlijk binnenkoppen. Dus ik geef ze voor nu al eventjes aan Eiting, denk ik. En aan, hoe moet ik hem uitspreken? Van Miechem. Sorry, Van Rondam fans. Kijk, zo'n een lief berichtje kan gelijk krijgen van Haaland. Hallo coach, namens het hele team heet ik je graag welkom bij FC Volendam. Ja, Haaland, ik ben opgewonden over de toekomst en ik hoop dat we er samen heel veel kunnen bereiken. Oké. En dan is het tijd voor de eerste wedstrijd, waarin er niet zoveel gebeurde op dit na. Ja. Tijd voor de tweede wedstrijd, waar Haaland wel al snel doelzeker was. En hij scoorde hier zijn eerste doelpunt voor de club Volendam. En hier wist hij door een penalty ook snel als het tweede te scoren. Dus lekker begin voor Erling Haaland. En die wedstrijd daarna zat het Oristano volgens mij niet helemaal lekker dat alle aandacht naar Haaland ging. Dus hij scoort hier ook even zijn goaltje. En laat denk ik Haaland hier toch eventjes weten dat hij niet de enige is die hier goals kan scoren. Hallo! Maar Haaland reageert hier snel op met ook zijn goaltje. En hiermee winnen ze weer een wedstrijd, maar dit is wel het pre-season tournament voor ons afgelopen. En dan nadert de grote dag, de openingsronde van dit nieuwe seizoen in de Eredivisie. Hallo iedereen, welkom hier bij EA TV. Spannende wedstrijd, althans, ja, dat hopen we dan maar. Zoals u gewend bent, komt het commentaar weer van Jeroen Guter en Siert de Vos. En dit is een speciale wedstrijd voor beide clubs. De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in onze vaderlandse Eredivisie. Dit wordt vast en zeker een boeiende pot. Na een snelle 1-0 achterstand tegen Fortuna Sittard is het niet Haaland, maar El Kadiri die de eerste goal scoort van ons dit seizoen. Hij scoort hier de 1-1 tegen Fortuna Sittard en daarna in de 60ste minuut scoort Haaland de 2-1. En dit is dan ook gelijk de winnende en we winnen de eerste wedstrijd van het seizoen. Daarna was het tijd om het over te laten aan Pep Guardiola, wat niet heel goed ging, want Kramer scoort hier de 1-0 en de 2-0 al heel snel na 13 minuten spelen. Toen dacht ik in de 60ste minuut, het is tijd, Henk Veerman erin. Haaland scoort de 2-1, Veerman scoort de 2-2 en hiermee spelen we de tweede wedstrijd van het seizoen gelijk. Toen was het duidelijk, dit moeten we het hele seizoen doen. Dus Veerman samen met Haaland in de spits. We winnen met 1-0 van Cambuur door een goal van El Kadiri. Haaland heeft niet zoveel uitgevoerd deze wedstrijd. Die wedstrijd daarna doet hij dat weer niet, want we verliezen met 2-0 een goal ahead. Ons eerste verlies dit seizoen. Dan is het zover, de wedstrijd tegen Ajax. Is dit een vroege kampioenschapskraker? We zullen het zien. Kunnen wij ons hier bewijzen? Soort van. 2-2 gelijk tegen Ajax met een goal van Haaland. Erg netjes. Wel met een gemiste penalty van Haaland. Wat heel erg zonde is, want had je hem hier gewoon kunnen winnen. En dan staan we na 5 wedstrijden gespeeld, 7 in de Eredivisie. En dan is het tijd om het over te laten aan Guardiola. En om door te simuleren tot januari en om te kijken waar we dan staan. En wanneer we dan klaar zijn met het simuleren zien we dat we op een hele mooie 6e plek staan. Gewoon bijna voor Europees voetbal, bijna voor Conference League strijden hier. Wel lagen we al echt meteen aan de beker, maar nu ben ik ook wel benieuwd hoeveel goals Haaland heeft gescoord. Hij heeft waarschijnlijk toch echt een hele hoop doelpunten weten te scoren.
Waar staat hij, Haaland? Even kijken. Haaland staat niet in de topscorerslijst. Wat is er gebeurd? Wat heeft hij gedaan? Hoe vaak heeft hij dan gescoord? Dit kan toch niet dat Haaland niet in de topscorerslijst... Hij heeft 5 doelpunten! 5! Hoe dan? Ik weet het al. Hij mist gewoon zijn teamgenootje. Die speler die hem altijd weet te helpen, altijd de voorzet op hem geeft, altijd assistjes geeft. Hij mist hem gewoon. Welkom bij de club, Kevin De Bruyne. We hebben hem overgekocht van Manchester City voor maar 150 miljoen. Vraag me niet waar we het geld vandaan hebben gehaald. Maar hopelijk dat hij de reden kan zijn dat Haaland wat meer goals gaat scoren. En hopelijk dat hij veel assist mag geven en ook zelf een paar keer kan prikken. De Bruyne wordt gelijk ingezet voor Dwight Twicht. Ik weet niet hoe ik het uitspreek, nogmaals sorry van hem dan. En terwijl hij hier dan wordt gepresenteerd door de club, zijn wij aan het voorbereiden op de wedstrijd tegen FC Emmen. Waar Kevin De Bruyne zijn debuut mag gaan maken. En we gaan het zien. Winnen we? Nee. 1-1 gelijk. En Kevin De Bruyne wordt gewisseld in de 46e minuut. Hij heeft niks uitgevoerd. Dat is niet wat we willen zien. Maar we mogen er niet te lang bij stil blijven staan, want de volgende wedstrijd staat alweer op het programma. Ditmaal tegen AZ. Een spannende pot en daarom gaan we hem ook maar eventjes gewoon lekker meekijken. Geen goed begin, want we krijgen hier in de 9e minuut al gelijk een goal tegen van Pavlidis. 1-0 achter hier. Maar na wat wijzigingen gemaakt hebben in de rust, weten we hier alsnog de 1-1 scoren. Haaland op aangeven van Kevin De Bruyne. Dat is wat we willen zien, jongens. En hier ook nog in de 80ste minuut breken we door en een goal. 1-2, goal van El Khedri. En we weten dat ze ook inderdaad gelijk de winnende. 2-1 winst van AZ. En na deze wedstrijd zien we dat we hier momenteel 6e staan in de competitie. Kunnen we al Europees voetbal halen? Ook even leuk om te laten zien. Tegen Blind naar City. Ja. En dan is het weer tijd om verder te simuleren. En we zijn gestopt met simuleren terwijl we nog 3 wedstrijden te gaan hebben tegen Ajax, Feyenoord en Sparta. En we zien dat we 8e staan. Heel mooi. En dan is er nog best wel wat mogelijk in die laatste 3 wedstrijden. En dan is het tijd voor de wedstrijd tegen Ajax. Helaas niet de kampioenschapskraker. Maar we zullen zien. Gaan we deze wedstrijd winnen? Kunnen we een puntje meepikken tegen Ajax? Nee. 4-1 verlies. Feyenoord dan? Hebben we daar meer geluk tegen? Nee, 3-1 verlies. Wel met een goal van Haaland, dat is iets. En dit alles betekent dat we nu 9e staan in de competitie met nog 1 wedstrijd te gaan. Hallo allemaal, beste kijkers. Welkom vanuit dit stadion, waar het nog even wachten is op de aftrap. Jeroen Gruter en ikzelf, Siert de Vos, wij zitten paraat om deze wedstrijd van commentaar te voorzien. En terwijl de Eredivisie zijn climax bereikt, is het hier nog enkele ogenblikken wachten tot de aftrap. Dit belooft wat hoor, Jeroen. Het was weer een heerlijk seizoen, hè, Siert. We hebben een hoop interessante wedstrijden gezien. Er waren de nodige verrassingen natuurlijk. En wat hebben we gesmuld van al die fantastische doelpunten. Balletje op Haaland. Nee, shit. Balletje dan op El Khedri. Nee, buitenspel. Hier de voorzet. Dan hier, Haaland. Kapt zijn verdediger uit. Rent de 16 meter in. Gaat hij uithalen. Haal uit, jongen. Golasso. 1-1. Haaland met de goal. Gelijkmaker tegen Sparta. En dan horen we het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. De teams blijven in evenwicht. Jeroen, ik denk dat het niet onverdiend is. Al zullen de supporters er misschien anders over denken. Ja, kijk. Over en weer waren er mogelijkheden, maar... Het was nou ook weer niet zo dat er één team was dat de touwtjes echt in handen had deze wedstrijd. Ja, weinig dit seizoen en een gelijkspel tegen Sparta. Wat ook gelijk betekent dat wij 10e zijn geworden in de competitie. Wat best wel een netjes resultaat is eigenlijk. Maar het gaat erom, hoe hebben Haaland en Kevin De Bruyne het gedaan? Nou, ben benieuwd. In elk geval zien we hem niet heel hoog staan. We zien hem 23ste met 9 doelpunten. Ik dacht dat Haaland zo'n doelpuntenmachine was. Wat is dit nou? Heeft Kevin De Bruyne dan op zijn minst nog iets uitgevoerd? 2 assists maar voor Kevin. Nou, ik denk dat dit duidelijk is. Kevin De Bruyne, bedankt voor jouw seizoenetje hier. Maar het is klaar met jou. En wat Haaland betreft, ik denk dat
bij dit experiment kunnen halen dat je niet zoveel gaat hebben aan Haaland. Maar Haaland trekt misschien wel het team omhoog. En daarbij, wat heb je aan Haaland als je Henk Veerman hebt? En dan noemen we dat een hat-trick.